keihard tegen een berg op fietsen voor het goede doel. Maar ondertussen staat je geld stil op de bank. Wat gebeurt er met de miljoenen van Alpe d'Huez? 2 jaar geleden was het een elitair feestje. Maar dit jaar is het terug bij het volk. De Arnhemse modebiennale MOBA. En alsmaar meer geld verdienen is zo'n achterhaald concept. Tijd, zorg en energie, dat is handel. Dit is In Geldland Live. Goedemorgen, welkom bij In Geldland Live met vandaag aan tafel Olga Godschalk, directeur van de Arnhemse modebiennale, MOBA 13 zoals het dit jaar heet. Stan Temier van KWF Kankerbestrijding en hoogleraar Jan Jonker van de Radboud Universiteit. U bent vast met de auto hier naartoe gekomen, denk ik. Allemaal, ja, ik wel. Met de fiets. Met de fiets, kijk, want dat vervoermiddel stond deze week toch wel heel erg centraal. Ja, afzien op een berg in Frankrijk. 2 dagen lang waren er 8000 mensen actief lopend en fietsend die berg op. Waaronder vele bekende en minder bekende Gelderlanders. En al die mensen bij elkaar en vooral hun sponsors brachten bijna 25 miljoen euro bij elkaar. Allemaal voor het goede doel, de strijd tegen kanker. En dat geld gaat allemaal naar KWF Kankerbestrijding. En daarvoor zit Stan Temier, hoofdcommunicatie van KWF Kankerbestrijding, hier aan tafel. In oktober weten we pas definitief wat de opbrengst is. Vorig jaar was een recordopbrengst van 32 miljoen. Dit jaar dus rond de 25. Was het een beetje tegenvaller? Dat is de prognose. Dat is altijd even afwachten. Dat zijn toezeggingen. Dus je moet ook eerst allemaal zorgen dat dat geld... Maar die 32 gaat u niet meer halen? Waarschijnlijk niet, maar de ervaring leert wel dat we wat hoger uit gaan komen dan 25 miljoen. Ja, het is een enorm succes dat Alpe d'Huez, een gigantisch fenomeen, krijgt heel veel media-aandacht, doen ontzettend veel mensen mee die dus, nou ja, veel geld bij elkaar brengen. Hoe verklaart u dat succes? Ja, dat is altijd heel lastig. Ik denk dat het een combinatie van een aantal factoren is. Kanker leeft enorm in de samenleving. Gewoon omdat de ziekte toeneemt en omdat de ziekte heftig is. Daar hoef ik denk ik verder niet over uit te wijden. Iedereen kent wel iemand. Ja. Ja. En mensen willen wat terugdoen. Enerzijds door dus voor een organisatie als KWF of Alpe d'Huez geld in te zamelen. Maar vooral ook de combinatie met wat ze er zelf uithalen. Het geeft mensen ook voldoening, een manier om eventueel het verlies van de naaste te verwerken. Het geeft ze dan ook zingeving om die berg op te fietsen. Dat zie je ook heel duidelijk als je daar bent. Het is niet alleen maar van ik fiets naar boven om geld op te halen. Nee, ik fiets naar boven omdat ik mijn vrouw of mijn vriend op de bagagedrager heb zitten die vorig jaar is overleden. Ja, er wordt heel wat afgehuild. Dat zien uw collectanten aan de deur waarschijnlijk niet. Dat er heel wat afgehuild wordt als iemand een paar euro in die pot stopt. Nee, dat is niet gebruikelijk. Nee, maar dat geeft wel een beetje aan. Is het zo dat dit soort, deze manier van geld inzamelen populairder wordt dan dat anonieme doneren? Nou ja, ik denk dat dat wel een trend is. Ja, we hebben natuurlijk, KWF bestaat volgend jaar 65 jaar. Het is begonnen met van wij zijn een goed doel. Wij hebben een bestemming voor het geld. Als u ons nou het geld geeft, dan besteden wij het goed. En je ziet, dat is natuurlijk een algemene ontwikkeling in de samenleving, dat mensen veel meer invloed willen hebben op waar ze aan geven en hoe ze dat besteed willen zien. En daar is dit een goed voorbeeld van, denk ik, ja. Ja, u zit heftig te knikken, Jan Jonker. Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is wat we op een heleboel plekken in de maatschappij zien, waarbij mensen actief betrokken willen worden, niet alleen bij het verzamelen van het geld, maar ook wat er daarna met dat geld gebeurt. Ze willen transparantie. Is het ook niet een beetje egoïstisch dat we eigenlijk ook willen laten zien dat we aan het goede doel doen, terwijl als we gewoon via de bank wat geld overmaken, weet niemand dat we goed bezig zijn? Ik weet niet, maar ik denk dat de mensen weer in elkaar zitten. Dat is eigenlijk nooit anders geweest, denk ik. Altruïsme is eigenlijk een beetje egoïsme ook wel. Het hangt samen, ja. Nou, absoluut. En het woord zingeving is ook denk ik heel erg van belang. We vinden het zinnig om dit te doen. Het is een vorm van verwerking van dingen.
Ja. Het is met elkaar dingen doen en dat is, ja, dat is het nieuwe samen. Ja. Nou is die Alpe d'Huez-actie sinds start in 2006, ja, is het voor het eerst begonnen met 6 keer die berg op. Het is inmiddels voor u een gigantische inkomstenbron. Ja, uiteraard. Ja, vorig jaar 32 miljoen. Dit jaar dus 25 miljoen of meer. In die 7 jaar dat ze nu fietsen, is er 75 miljoen opgehaald. Ja, en uw jaarlijkse collecte aan huizen brengt een kleine 8 miljoen in het laadje. Ja. Ja, maar goed, we hebben uiteraard ook veel andere manieren om geld binnen te brengen. Ja, maar van de grote acties is het dit nummer 1 en dan is een heel groot gat tot de nummer 2, denk ik. Hè? Ja, de tweede grootste is dus ook een fietsevent in Nederland, die Rijdt voor de Rozes. En die brengt tussen de 1 en 2 miljoen euro op. Ja. Nu zegt de stichting Alpe d'Huez, en daar komen ze ook heel nadrukkelijk mee naar buiten, van bij ons, we hebben een anti-strijkstokbeleid, bij ons gaat elke euro voor 100% naar het goede doel. Komt het geld voor 100% bij u op de rekening? Ja, wat, die 25 miljoen die bijvoorbeeld dit jaar dan waarschijnlijk binnengehaald wordt, die wordt in oktober zeg maar aan ons overgedragen, aan KWF Kankerbestrijding. Ja, Alpe d'Huez is een onafhankelijke stichting, is niet een organisatie. Dus een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. En al het geld wat ingezameld wordt, komt op de rekening van KWF Kankerbestrijding. Maar zij zeggen ook, al het geld gaat naar de patiënt. Na onderzoek ten behoeve van de patiënt. Is dat zo? Gaat elke euro uit dat aparte fonds van Alpe d'Huez voor 100% naar onderzoek? Ja, het geld wordt aan ons overgedragen. We hebben daar een speciaal fonds op naam voor opgericht. Dat is het Alpe d'Huez KWF-fonds, wat wij gezamenlijk beheren. Dus de stichting Alpe d'Huez en KWF Kankerbestrijding. Mm-hmm. En gezamenlijk bepalen we dus waar het geld aan besteed wordt. Maar dat vroeg ik niet. Nee, en bij het besteden ga je natuurlijk kosten maken. Om een simpel voorbeeld te noemen. Wij hebben een aantal mensen in dienst die de hele administratieve afhandeling moeten doen. Ja. Het gaat om groot geld en dat moet je zorgvuldig doen. Je zegt niet van nou, op de achterkant van de sigarendoosje, joh, hier heb je 2 miljoen. U bent een professionele organisatie, ja, dus heeft gewoon kosten, een paar honderd mensen in dienst. Dus in uw jaarverslag staat ook, wij gebruiken ongeveer 84% van elke euro voor het doel. Ja, wij maken uiteraard kosten. En dat is het pand, dat zijn de mensen die in dienst zijn. En dat is het kopieerapparaat, om het maar even heel simpel te zeggen. Maar dan klopt het toch niet wat Stichting Alpe d'Huez zegt? Jawel, want zij halen het geld op. Dus zeg maar voor het inzamelen van het geld, het organiseren van het event en alles wat daarbij komt kijken, daarbij maken zij geen kosten. Maar zij zeggen, van elke euro die wij ophalen, gaat 100% naar onderzoek. Dat is niet zo. Nou, niet naar onderzoek, naar kankerbestrijding, want ze doen meer dan alleen onderzoek. Ja, maar ze zeggen, ja, heeft die 100%, kijk op hun site, ja. Maar dat klopt dus niet. Dat ligt eraan hoe je definieert. Het geld wordt aan ons overgedragen. Het feit dat ik hier zit en hierover vertel, het is weekend, maar ik heb een salaris. Ja, ik denk dat ik hiermee ook bijdrage aan de kankerbestrijding. Ja. Dus het is maar net hoe je definieert. Het is ook niet erg dat er kosten gemaakt voor een professionele organisatie, maar dan moet je er ook open over zijn, denk ik. Ja. Nou ja, dat zou het voor u uitmaken als je meedoet aan een goede doelenactie? Dat ze echt heel erg gaan voor elke euro komt volledig bij het goede doel terecht, Olga Godschalk? Nou, ja, weet niet hoor. Ik als burger heb dat er nooit echt geloofd, geloof ik. Dat u het weet zo wel. Ja. Nee, maar het is ook logisch. Je moet altijd kosten maken om je organisatie op poten te houden. Maar moet je dan daar dan ook niet eerlijk over zijn en zeggen, wij proberen zo'n groot mogelijk deel, maar we maken kosten. Dus van elke euro gaat 84% naar het goede doel? Ja, maar eerlijkheid duurt het langs. Dus dat is natuurlijk altijd wijs. Maar ja. Goed. Nou is er de afgelopen week veel kritiek geweest op het feit dat er nog heel veel miljoenen van dat fonds op de bank staan en nog niet gebruikt zouden worden voor onderzoek. Het idee is van je moet toch zo snel mogelijk met dat geld aan de slag. Hoe zit het nou precies? Ja, laten we eerst de cijfers even goed hebben, want daar is nogal wat verwarring over. Zoals ik net zei, er is tot nu toe 75 miljoen euro ingezameld. Vanaf 2006? Vanaf 2006. Dit jaar nog niet meegeteld? Nee, dat zit daar niet in. Ja. Want dat geld is ook nog niet binnen. Er is 45 miljoen besteed. Er is 21 miljoen, zoals wij dat noemen, in de pijplijn. Dat wil zeggen, die procedure is gestart. Daar zijn de contracten nog niet van getekend. Maar die worden met een hoge mate van waarschijnlijkheid getekend. Dus als je die 45 en die 21 miljoen bij elkaar optelt, dan zit je op 66 miljoen. Trek je dat af van 75 miljoen, dan heb je 9 miljoen die nog besteed moet worden. Ja, het is ook niet zo van je hebt geld en hup, iemand roept, oh, ik doe een onderzoekje naar kanker en je deelt het uit. Zo nee, natuurlijk moet het geld zo snel mogelijk besteed worden. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het geld zorgvuldig besteed wordt. Kijk, wie bepaalt eigenlijk wat er met dat geld gebeurt? De Stichting Alpe d'Huez
of u als KWF kankerbestrijding? Nee, daar zijn wij gezamenlijk voor verantwoordelijk. Ja, maar wie? Het is uiteindelijk één de baas? Nee, want we hebben dat fonds op naam waarin dat geld ondergebracht wordt. En daarin is de afspraak dat beide partijen meebeslissen over de besteding. En als één van de twee partijen zegt ik wil het niet, dan gebeurt het niet. Nee. Zeggen die onderzoekers met name van ja, maar de criteria daarvoor zijn heel erg streng. En de voorzitter en toerdirecteur Johan van der Waal reageerde even op die kritiek. Er zijn een hele hoop onderzoekers die denken in de oude trant en die zeggen ja, wij doen een onderzoek wat misschien wel een keer effect heeft op de patiënt. Nou, wij doen het niet voor misschien en dat betekent dat het geld gewoon nu direct een bestemming moet krijgen waar de patiënt wat aan heeft. En dan moeten die onderzoekers ook aan wennen. Ja. Vindt u ervan, van zijn opmerking? Ik begrijp dat vanuit zijn filosofie volkomen. Bent u er blij mee zoals hij het formuleert? Jawel, ik bedoel, hij verwoordt waar de stichting Alpe d'Huez voor staat. En die hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij vinden dat het geld wat ze inzamelen zo snel mogelijk besteed moet worden ten behoeve van de patiënt. Ja, maar hij zegt ook heel sterk van, weet je, die onderzoekers moeten maar eens even wennen aan onze nieuwe manier van werken, want die hebben totaal niet begrepen hoe het eraan toe gaat. Is dat zo? Voor een deel van het onderzoek. Er is natuurlijk wel een soort traditie van ik doe een onderzoek, ik ben klaar en ik dien een nieuwe onderzoeksaanvraag in. En dat je heel kritisch kijkt naar van ja, maar heeft dat onderzoek nou echt iets opgeleverd? Of is het vooral een mooi rapport met een hoog citation index, zoals dat heet, zodat je internationaal meetelt, maar vervolgens blijft het rapport in de la liggen. Ja, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus er zijn onderzoekers die niet als passievol doel hebben om iets tegen die kanker te doen? Het zijn net mensen, onderzoekers. Ja. Dat zult u kunnen beamen. Ja. Het zijn net mensen. En nu zegt u ook in uw eigen jaarverslag, ja, het ligt ook wel een beetje aan ons. De procedure is nog wat moeizaam. Wij hebben inderdaad minder uitgegeven dan we begroot hadden. En misschien moeten we dat ook wel een beetje aanpassen. Klopt, ja. Dus het ging niet helemaal lekker. Nee, ook dat is niet zo vreemd. Omdat natuurlijk niemand voorspeld had of kunnen voorzien had wat voor een succes deze actie werd. Dus je bent steeds aan het opschalen. Het eerste jaar werd er 3 ton binnengehaald. Vorig jaar 32 miljoen. En daar zit steeds een stijgende lijn in. Dus je probeert zo goed mogelijk in te schatten. Je van, kunt maar een probleem hebben. Steeds meer geld. Het is een luxe. Ik zou het graag willen hebben, dat probleem. Het is een luxe probleem. Maar ook bij een luxe probleem zul je de verantwoordelijkheid moeten nemen om het geld zorgvuldig te besteden. Ja. En dan gaat zorgvuldigheid toch voor snelheid. En als je zorgvuldigheid, u zegt we hebben al 45 miljoen uitgegeven. Kunt u me dan voor mij als leek eens heel concreet een voorbeeld geven van wat die patiënt daarvan gemerkt heeft? Ik denk dat het een heel concreet project, project sneldiagnose is. Dat loopt in 10 verschillende ziekenhuizen in Nederland. En de bedoeling daarvan is dat, kijk, nu word je, als er een vermoeden van kanker is, bijvoorbeeld door een huisarts, die stuurt je door naar het ziekenhuis. Daar ga je een onderzoeksmolen in. En soms duurt het 3-4 maanden voordat je de uitslag krijgt. Waarin je met nagelbijten thuis zit. Ja, dat is natuurlijk heel belastend voor mensen, want je zit in onzekerheid. En in heel veel gevallen blijkt dat gewoon veel sneller te kunnen. En is het gewoon een innovatie op procesniveau dat mensen beter samenwerken vanuit het perspectief van ja, maar die patiënt zit thuis te wachten. En niet vanuit het perspectief van hoe het ziekenhuis georganiseerd. En dat heeft u met dat geld, heeft u een snellere procedure voor die diagnose ja, dus kunnen daar is een proef op gedaan in 10 ziekenhuizen. Daar wordt van geleerd. Die werken ook samen met de ervaringen die ze daar op doen. En dan blijkt in heel veel gevallen de diagnose eigenlijk binnen 48 uur gesteld te kunnen worden. Ja, goed. En die stichting Alpe d'Huez blijft toch wel heel spontaan roepen, wij gaan zo snel mogelijk kanker de wereld uit helpen. Kan dat? Lijkt me een heel loffelijk streven. Heel loffelijk streven, maar kan het? Zo snel mogelijk kan. De vraag is natuurlijk wat zo snel mogelijk is. Het klopt wel, dat zeggen ook allerlei inmiddels toch wel erg gerenommeerde onderzoekers. We staan wel heel dicht bij de situatie dat, zoals dat heet, kanker een chronische ziekte wordt. In plaats van een dodelijke ziekte. Ja, nu is het in veel gevallen een dodelijke ziekte. En we gaan echt toe naar de situatie waarin mensen kanker krijgen, behandeld worden en doorleven, al dan niet met kanker. Goed, en daar moet ik wel direct de kanttekening bij maken dat het heel erg uitmaakt over welke vorm van kanker je hebt. Ja. Want daar zit natuurlijk veel verschil in. Ja. En die miljoenen kunnen daarbij helpen? Absoluut. Oké, goed. Precies op dit moment gaat de 5e modebiennale in Arnhem van start. Elke 2 jaar is Arnhem het middelpunt van de mode, met tentoonstellingen, film, foto, shows, workshops. Mobaar 13 is het dit jaar gedoopt. En aan tafel zit de grote baas van het evenement, Olga Godschalk, directeur van de MOBA. Ja. Wat is dat eigenlijk, voor degenen die het niet kennen, de modebiennale?
Ja, de modebiennale. De biennale staat voor een tweejaarlijkse. Dus het is een tweejaarlijks event. Om de twee jaar. En het is een weergave van de actualiteit van de mode op dit moment. Dus we hebben in Arnhem natuurlijk de academie. De modeafdeling die dit jaar ook 60 jaar bestaat. En al veel talent heeft voortgebracht. Veel talent, ja. De Victor en Rolf Liedewa, Eerdekort zelf, onze curator. Dus vele namen die er vandaan komen. En veel successen, veel internationaal talent. En op een gegeven moment in 2003, 2004 is besloten om daar maar aandacht aan te geven. Hè? Want het gebeurt allemaal binnen die academie, binnen de vier muren. En de wereld mag wel weten wat er gebeurt. En Arnhem ook trouwens. Arnhem mag ook weten, want sommige mensen weten helemaal niet dat Victor en Rolf op deze academie hebben gezeten. Sommige mensen weten niet eens wie Victor en Rolf zijn. Dat is ook zo. Ja. Ja. Thema nu op de Eusebiuskerk, dus ga alle kijken. Ja, kan iedereen zien wie het zijn. Dit jaar is het thema fetichisme. Noem eens een paar bijzondere dingen die we kunnen beleven of zien tijdens die zes weken die we nog te gaan hebben. Ja. Er zijn echt heel veel. We zijn gisteren inderdaad geopend. Er zijn een aantal geweldige tentoonstellingen. Als het over fetichisme gaat, dan is denk ik voor heel veel mensen heel grijpbaar de schoen. He, er zijn heel veel mensen die toch echt wel een fetish hebben met hun schoen. Of met sieraden, of met die ene broek die ze heel graag willen dragen. Dus in de breedste zin van het woord. En Liedewa heeft het onderwerp eigenlijk op een geweldige manier gewoon letterlijk bijna uitgekleed. Zo ontzettend onderzoek ingegaan en zoveel tegengekomen. Maar we hebben de schoen, maar we hebben ook de schort. En de schort is ook een. We kunnen even kijken naar een kleine impressie. Heel draagbaar leek dat laatste me ook. Dat is niet het thema van deze biennale. Niet het thema. Nee. Twee jaar geleden is er veel kritiek gekomen. We kunnen er niet omheen om het er toch even over te hebben. De kritiek was met name dat het evenement een beetje zijn rug naar de stad had gekeerd. Te elitair werd. En het uitte zich vooral in enorm tegenvallende bezoekerscijfers. Zo'n 16.000 betalende bezoekers waar jullie op 25.000 hadden gerekend. Hoe gaat u dat rechtzetten? Wat heeft u daarvan geleerd? Ik heb zelf mee mogen werken aan de eerste twee edities, 2005 en 2007, op twee prachtige locaties. Daar heb ik heel veel naar teruggekeken. Ik heb 2005 is voor mij wel toch wel een pareltje van de vijf edities. En daar eigenlijk zaten in die biennale alle ingrediënten waren aanwezig. Er was voor educatie, voor de stad. Het was voor de eerste keer echt een heel goed event. En ja, er zijn dingen verkeerd gegaan in 2011. Dat heeft met allerlei gevolgen gepaard gegaan. Maar er zijn ook. Het goede is denk ik wel dat wij het op hebben gepikt en het om hebben gedraaid als een positieve wending. Wat wordt dan uw missie dit jaar om te zorgen dat dit een succes wordt? Kijk, er zijn een aantal. Er zijn drie dingen. Er was een tekort op de begroting. De stad was er niet bij betrokken. En er was geen routing. Dat zijn eigenlijk de drie punten waar de meeste kritieken over zijn gevallen, denk ik. En, geen routing, je wist niet hoe je van het ene deel van het evenement naar het andere moest komen. Nee, en dat is natuurlijk niet handig. Nee. Ik bedoel, hoe je het ook links of rechts doet. Nee, lijkt me ook niet. Zo, als je bel IKEA en je weet wat voor routing je moet doen. Nou, inderdaad. Ja. Nou, wat we daarmee hebben gedaan is, je komt aan in Arnhem op het station en je wordt eigenlijk direct verwelkomd in onze mobile lounge. En daar kan je je informatie krijgen. Er staat altijd iemand aanwezig om je te informeren, om je te sturen waar je naartoe moet. Vanaf daar staan er ook vlaggen. We hebben de hele stad volgehangen met vlaggen. Dat is een routing. De locaties in het centrum van de stad. Dus er zijn drie locaties echt in het centrum van de stad. Dus ja, daarmee heb je ook de voorbije bijganger, zeg maar. Die denkt van, nou, wat is dit? Wat gebeurt hier? Hoe leuk is dit? Ik wip even binnen, ja. En we blijven gewoon binnen het budget. Volgens mij is dat wat we moeten doen. Ja, want ik zei het al, hè, twee jaar geleden zou het een beetje elitair zijn geweest. Wilt u het volkser maken dit jaar? Ja, nee, dat is het schort waar denk ik dat misschien wel het mooiste voorbeeld is. Liedewij heeft in haar onderzoek ontdekt dat de schort het meest fetischistische kledingstuk die we allemaal kennen, naast de schoen. En iedereen heeft s'avonds, ik doe het ook, ik doe een schort voor als ik ga koken. En daar hebben we ontzettend veel leuke dingen mee gedaan. Dus er zijn 40 ondernemers in de binnenstad die mee hebben gedaan aan workshops met de schort.
Nou, Liedewij heeft via de NRC een eigen schortenwedstrijd uitgezet, waar 300 Nederlanders aan mee hebben gedaan. Gisteravond hebben we de 6 winnaars laten zien op de Catwalk Show. Nou, dus het leeft. Het is toegankelijk en mensen pakken het op en gaan ermee aan de slag. U heeft haar naam al een paar keer laten vallen, Liedewij Edelkoort. Een wereldberoemde trendvoorspeller. Grote naam, zelf ooit in Arnhem gestudeerd. Laten we heel even naar de kijken, dan weten we over wie we het hebben. Het principe van mode is eigenlijk dat er eerst iemand een hele wilde schets maakt. Daar wordt dan aandacht voor gevraagd en dan later kan de commerciële mode daar aftreksels van maken, bij wijze van spreken. Maar als we aftreksels van aftreksels maken, op een gegeven moment blijft er niks meer over. Dus is het belangrijk dat we weer een mode krijgen die een wat sterker statement maakt. En dat is dit moment. Ja, zij is uw curator. Zij is degene die het hele concept bedacht heeft voor deze. Helpt dat, zo'n grote naam? Ja, absoluut. Dus, ja, absoluut. Ik denk dat na de vorige editie we het heel erg nodig hebben gehad om iemand te hebben die het weer opnieuw op de kaart zet. Die vanuit een totaal ander perspectief ook de mode heeft benaderd. Kent u, ooit wel eens van Liedewij? Ja, absoluut. Ja? Ja. Waar kent u ervan dan? Nou ja, als trendwatcher. Trendwatcher. Als iemand die prachtige uitspraken doet die echt mooi resoneren. Ja? Ja, ze kan er wat van. Ze kan er wat van. Bekend dus. Zelfs bij mannen die niet direct in de modewereld zitten, dank toch? Dank u. Nee, maar kijk, als maatschappelijke organisatie kijk je natuurlijk toch wat er in de samenleving gebeurt. Zij doet uiteraard veel meer dan mode. Zij is in staat om tot op zekere hoogte de toekomst te voorspellen. Ja. En verwoordt dat inderdaad heel mooi. En dan krijg je een boodschap over dat komend jaar alles blauw is. En dan moet je dan 3 keer luisteren en dan denk je, ja, zo kan je het ook zien. Zo en kan je het ook zien. Dat maakt het heel erg spannend wat ze doet. Dat helpt, want er komen nu uit het buitenland mensen speciaal voor Liedewij Edelkoort. Ja. Ja, we moesten gisteren hebben we de opening gehad. Voor de pers? Op de dag. Nou, gisteren was onze opening. Onze VIP-opening, zou ik maar even zeggen. Ja, de grote opening. VIP, ja. En dat hebben we gedaan op het dakterras van Rosette. Het nieuwe gebouw wat nu onze hoofdlocatie is. Ja, en op een gegeven moment moest de vraag gesteld worden van, nou, gaan we het Engels of Nederlands? En er zijn toch wel ontzettend veel buitenlandse mensen ook daar al aanwezig. Dus het was... En de pers is gretig. En het is ontzettend leuk. Dus er zijn ook op verschillende plekken in Londen en Düsseldorf en Parijs persmeetings geweest de afgelopen maanden. Daar zijn wij op een aantal van die persmeetings geweest. Het was helemaal niet leuk, die persmeetings. Want mevrouw Edelkoort wil niet met de pers praten. Ja. Mag niet op de vorige persconferentie mocht ze niet gefilmd of gefotografeerd worden. En deze persconferentie wilde ze in ieder geval met de regionale pers niet praten. Met de NOS dan nog heel wel. Wat is dat voor onzin? Lekkere sfeer was dat meteen. Ja. Ja, dat was niet heel fraai. Dat geef ik ook toe. Maar volgens mij hebben jullie een geweldige quote net in het programma gehad. Dus ze gaat er... Ik denk dat Liedewij heel erg te maken heeft met... Als iemand kan timen, is Liedewij het wel. En zij kiest gewoon heel duidelijk wanneer ze wat zegt en wanneer ze wat doet. Maar wat is het voor een elitair gedrag als je juist zegt... we willen iets volkser worden? Ja, en ik denk dat Liedewij gewoon die positie moet kunnen hebben... En, dat wij als Biennale en als organisatie gewoon ontzettend door die 4 andere dingen die we hebben georganiseerd, zoals met de stad en met educatie en met podium, dat wij dat heel goed hebben opgevangen. Maar ook u zit nu hier, terwijl officieel eigenlijk nu om 11 uur het programma voor het publiek van start gaat. Ja. Gewoon maar zo, terwijl de directeur hier zit. En gisteren was het voor de VIP's en de pers was het een enorme presentatie. Ja. Toch niet voor het volk een leuke, spetterende opening? Ja, dat is vandaag wel. Het is vandaag in de binnenstad, want we hebben natuurlijk de 6 koopzondagen. En 6 zondagen gratis parkeren voor de bezoeker. Dat is een geweldige samenwerking met de gemeente Arnhem. En vandaag zijn er events in de binnenstad. Ja. U zei al van, Liedewij Edelkoort is een heel belangrijke naam om het dit jaar. Nu gaat het meer in de stad. Hoe belangrijk is het dat het dit jaar echt gaat lukken? Want... Die sponsors en subsidiënten die zeggen natuurlijk ook... als het weer zo'n tegenvallen wordt als vorige keer. Ja. Het moet gewoon lukken. Dat is helemaal waar. Als het niet lukt, dan is het gewoon... Dat is absoluut niet goed en dat is niet vrij. Dus er zit ook wel behoorlijk wat op onze schouders te dragen. Want dan is het de laatste keer? Het zou maar zo kunnen. Ja. En bij waar zit dan die grens? Want u zegt, we gaan er dit jaar echt 25.000 bezoekers halen. Waar zit u bij u de grens dat u zegt, nou, dit moeten we niet meer doen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is. Kijk, voor mij is het nu al een behoorlijk succes, kan ik zeggen. Bijvoorbeeld met de opening en de pers die we hebben en de aandacht die we krijgen. En dat, daar, ik ben er nu al wel trots op.
En wij hebben voor onze dekking hebben we gewoon een aantal bezoekers nodig. En dat gaan we gewoon huilen. Ja, het is ook gewoon halen. Het is ook gewoon heel fijn om terug te kijken. En vanaf 2009 daar de start te maken. Om vervolgens verder te kijken in plaats van alleen maar naar 2011. Want de andere drie edities waren natuurlijk wel heel erg geweldig. Ja, gelijk heeft u. Even nog, wat is het belang van die modebiennale ook naar de toekomst toe? Waar wilt u naartoe met dit evenement? Nou ja, goed, ik heb natuurlijk wel ambitie. Het zou heel erg interessant zijn om de modebiennale. We blijven natuurlijk in Arnhem. Het is een groot feest voor deze stad. Maar om meer bekendheid te krijgen in het buitenland voor dit project. Okay. Dus ik zou het graag onder de arm meenemen om. Nou, met Lieden bij Edelkoort aan het roer gaat dat vast lukken. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Initiatieven die eigenlijk geen gebruik meer maken van geld, maar goederen en diensten met elkaar ruilen, zonder dat dat hele geld daarbij betrokken wordt. En die initiatieven worden met argusogen gevolgd door onze gast aan tafel, hoogleraar Jan Jonker van de Radboud Universiteit, hoogleraar Duurzaam Ondernemen. Want u doet onderzoek naar nieuwe businessmodellen, nieuwe verdienmodellen. Waarom doet u dat onderzoek? Ik doe onderzoek omdat ik onderzoeker ben. En moet iets onderzoeken. Ja, ik wou zeggen, en dat doe ik met ontzettend veel passie en ongelooflijk veel plezier. En ja, ik werk bij een bedrijfskundefaculteit. Ik ben betrokken bij deze maatschappij. Dus je moet wat? Ik moet wat. Ik moet van de straat gehouden worden. Maar ik ben betrokken bij deze maatschappij. En ik ben gepassioneerd door duurzaamheid. En mijn persoonlijke opdracht is om duurzaamheid in boterkoekjes, bakstenen en kogellagen vet te stoppen. Ja. En de enige manier waarop we daarover kunnen nadenken met elkaar is om dat wat we elke dag met elkaar doen, transacties, want u gaat ook naar de bakker en u koopt ook brood, om eens na te denken over de vraag, hoe kunnen we nou in die transacties duurzaamheid stoppen? Want heeft geld zijn langste tijd gehad? Geld is iets ontzettend handig. Ik bedoel, het is handig. Geld is geweldig handig. Maar in tijden van geldschaarste, en daar leven wij in, of in tijden waarin geld steeds minder waard wordt, want uw geld op de bank is niet zoveel meer waard, is het misschien wel handig om te zoeken naar complementaire zaken, naar alternatieven. Noemt dus een paar mooie voorbeelden die u bent tegengekomen. Dan noemen wij het feit dat ik kan werken met tijd, onder de voorwaarde dat ik dat kan zetten op een tijdbank. Ik kan natuurlijk ook zeggen, ja, mijn tijdbank, leg eens uit. Als we kijken naar wat we eigenlijk van nature hebben, dan is dat tijd. We hebben niet van nature geld, we hebben van nature tijd. Stel nou eens dat we die tijd gaan inzetten. En ik geef maar een voorbeeld. Ik zorg vandaag voor uw moeder en daar krijg ik zorgpunten voor. En die zorgpunten mag ik over 10 jaar of over 15 jaar, als ik zorg nodig heb, van de tijdbank afhalen. Maar is het niet jammer dat dingen die u nu misschien nog gewoon uit goede tierenheid deed, namelijk zorgen voor uw buurvrouw, dat het dan straks punten gaat opleveren? Dan krijg je toch weer een soort economisch systeem. Ik denk dat we in een andere tijd leven. Dat we in een tijd leven waarin de structuren die we hadden, de institutionele structuren die we hadden, wat ik altijd noem, de kerk, de straat en de sportvereniging, die krijgen een andere plaats. Mensen werken met sociale media. En ik kan van achter mijn pc beginnen met een lokaal netwerk om zaken aan elkaar te koppelen. Oftewel, u heeft een grasmaaimachine, ik heb een zonnebank, zullen we zaken doen? Het aardige is dat we dat vanavond, morgenochtend, vandaag kunnen opzetten. Dat gebeurt al heel veel, hè? Je hebt bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld ken, zijn die LEDs-netwerken. Lokale groepen die dit soort doen. Hè, van mijn aanhanger mag iemand anders lenen. En ik kan wel goed naaien, maar ik ben heel slecht in de tuin. Zullen we dat doen? Niet één op één geruild worden. Er kunnen 5 mensen tussen zitten. Ja, en dat is het mooie van dit soort netwerken. Hè. LEDs gaat dan over alternatief geld. Maar stel nou eens dat we de Arnhemse tijdbank oprichten. Want dat is dan het idee. De Gelderse wil ik dan. Als u dat wil, dan krijgt u de Gelderse. En dat we daar als het ware dat soort capaciteit in onderbrengen. Want als ik werkeloos ben en ik zit nu op de bank en ik kan niet meer naar een voorstelling, ik kan niet naar de modebiennale en ik kan niet naar een film toe, wat is er dan op tegen dat ik een beetje van mijn gesponsorde banktijd, want daar hebben we het dan over, op de, ik zal u volgen, Gelderse tijdbank zet. Zodat ik weer kan participeren in een heleboel activiteiten. Wat is daar nou op tegen?
Wat denkt u als u zo'n idee hoort? Dat lijkt me een hele mooie gedachte. Ik denk dat zo'n actie als Alpe d'Huez daar een voorbeeld van is. Dan krijg je niet direct een ruil terug, wel op de langere termijn. Omdat je hoopt dat je investeringen ervoor maken dat je zelf en je naaste minder kans kanker hebben. Het is juist jammer dat mensen die nu geheel belangeloos bij u die berg op fietsen, dat die straks zeggen, mooi, een paar punten erbij in mijn... Ja, het blijft nog steeds geheel belangeloos. Maar kijk, wij werken als KWF Kanker. Ja, het systeem van meneer Jonker krijg je er iets voor terug aan het eind. Jawel, maar je krijgt er altijd iets voor terug. Wij werken met vrijwilligers. Wij vragen traditioneel aan vrijwilligers, willen jullie één keer in het jaar, als wij een collecteweek hebben, met die collectebus langs de deur gaan lopen? Dat vragen we ze al 60 jaar. Inmiddels zeggen we ook van, goh, onder onze vrijwilligers zitten misschien wel mensen die, of weet ik zeker, zitten mensen die heel veel verstand van juridische zaken hebben, of zitten goede reclamemakers. Ja. Nou, stop nou, in plaats van dat je 10 euro in die collectebus stopt, kunnen wij een keer van jou een advies krijgen als wij een juridisch advies nodig hebben. Dat is wat u bedoelt? Nou, het gaat mij er gewoon om dat we zowel bij de modebiennale als bij deze mega sportevenementen steeds mensen zien zoeken naar andere verdienmodellen. Hoe kunnen we een combinatie maken van en geld en tijd en misschien wel afval of energie of een andere combinatie of zorg. Kijk, het oude model is heel simpel. Ik heb een dak, jij doet in zonnepanelen, jij legt zonnepanelen op mijn dak en ik zeg aan het eind van de maand vangen. Ja. Als dat model kwetsbaar is geworden, want dat is een gewoon transactiemodel, dan zou ik kunnen zeggen, ik heb een dak, jij hebt zonnepanelen, jij mag jouw zonnepanelen op mijn dak leggen, maar nou wil ik aan het eind van de maand geen geld, ik wil energie. En die energie die wil ik op een energiespaarbankboekje hebben. En wat is daar het voordeel van ten opzichte van dat je gewoon geld krijgt voor dezelfde... Omdat we op dit moment zo verslaafd zijn geraakt aan geld. En geld zo dramatisch in waarde is gedaald. Dat complementair denken, denken in termen van alternatieven, waarde oplevert. Alles wat we doen met elkaar moet gaan, in mijn ogen, in de maatschappij die we bouwen over waardecreatie. Waarde is aandacht, waarde is erkenning. Waarde is mooi, waarde is tijd, maar waarde is ook heel praktisch dat ik het niet koud heb. Ja, dat ik iets te eten heb. En dat betekent dat ik dus met complementaire systemen kan denken. Dus misschien moeten we in Arnhem wel beginnen met stedelijke tuinbouw of zo. Ja. Of misschien moeten we wel het beste worden in het recyclen van kleding of zo. Ja, Olga en ik zitten toch een beetje te kijken. Klinkt allemaal heel... Ik weet niet wat u dacht toen we elkaar aankeken. Maar het klinkt allemaal heel mooi, maar... Ja, het klinkt heel mooi. Nou, het grappige is dat ik natuurlijk nu gewoon midden in dat project zit. En we hebben dat budget en we moeten het mee doen. Maar dat er gewoon zo ontzettend veel angst is bij mensen rondom geld. We merken gewoon, we moeten gewoon al even heel huishoudelijk, maar gewoon al zoveel facturen vooraf betalen, omdat mensen gewoon bang zijn dat het niet voldaan wordt. En dus geen kledingmerk die je nog wil sponsoren? Nee. Kan dat dan? Ik vind het interessant hoor. Ik vind het interessant wat ik hoor. De realiteit is op dit moment echt heel anders. Ja, wat zou een alternatief voor de biennale zijn, meneer Jonker? Tussentijd. We leven in een tijd van verandering, van transitie. Als we dus niet gaan experimenteren met dit soort modellen, dan zien we op een heleboel terreinen dat we vast gaan lopen. En als ik dus een filmfestival tegenkom in Zeeland, waarbij zorg voor ouderen resulteert in kaartjes om naar de film te gaan, roep ik, klein beginnetje. Als ik mensen... Dus wat zouden ze bij de MOBA dan... Dus we kunnen gaan nadenken over het leasen van spijkerbroeken. Kom, de voorbeelden zijn om het opraan. Bestaat al. We hebben credits voor het uitruilen van kleding. We kunnen natuurlijk gewoon gaan nadenken over een veel directere relatie met boeren en tuinders om groenten binnen te halen. En zo zijn er nog wel 1000 voorbeelden te noemen. Nou zijn die voorbeelden, u bestudeert ze allemaal, hè, met veel tegenkomen. Zijn dat niet voorbeelden die juist gedijen bij de kleinschalige aanpak en niet gemaakt zijn om een hele grote economie op te draaien? Ik denk dat we in een maatschappij leven waarbij mensen weer terug willen naar dichtbij, naar ons, naar samen. Noem het regionalisering, noem het iets wat we kunnen herkennen. Om dit soort alternatieven op te zetten moeten we ook, en ja, daarvoor ben ik bedrijfskundig, zakelijk zijn. Je kan niet met 8 man een bank opzetten, dat werkt niet. Dus misschien moet je daar wel 800 mensen voor hebben. Maar dan krijg je weer een bestuur en een te veel verdienende voorzitter. Die in uren wordt uitbetaald, ja. Betekent heel nuchter dat een aantal van dit soort transacties, ik noem ze businessmodellen, die hebben gewoon voorwaarden. Je kan niet met 30 mensen de stad voorzien van groenten. Dus misschien moet je wel met 400 boeren en tuinders werken. Moeten we dan ook naar een bruto nationaal geluk toe in plaats van een bruto nationaal product? Ik zou in ieder geval ervoor willen pleiten dat we een stuk genuanceerder gaan nadenken over een bruto nationaal product. Ja. Ik bedoel, Rutte kan niet anders als bezuinigen
op een economie van het verleden. Dat is ook zijn opgave. Ik ben het er niet mee eens hoe hij het doet, maar dat moet hij ook. Maar we zijn ook toe aan het herijken van hoe wij zo'n nationaal inkomen zien. En dan is geluk, als ik het mag vervangen door zorg of aandacht, misschien wel een stukje beter. 28 juni kunnen we uw verhaal heel uitgebreid horen. Op de Universiteit van Nijmegen, op de campus, op onze prachtige campus. En mensen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij www.nieuwebusinessmodellen.info. Oké, voor die tijd kunnen ze allemaal naar Arnhem langs de modebiennale en moeten ze blijven sponsoren natuurlijk bij dat KWF. Sowieso. Nou, kijk, heeft u heel wat opdrachten te doen deze zondag. Dank u wel voor het kijken. Mijn gasten, bedankt voor uw komst hier naar de studio. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zit Erik van der Pol weer aan deze tafel met een nieuwe aflevering van In Gelderland Live. Dag!